Goedendag, je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaatsen.nl. We hebben nog steeds wisselvallig weer, het zal u niet ontgaan zijn. Maar in het Zuidoosten wist het kwik toch bijna de 20 graden aan te tikken. 19,8 graden werd het in de buurt van Weert. Tijdens zware buien was het vanmiddag een graad of 12, dus grote verschillen. Dat buigeweer leverde wel schitterende foto's op, daarvoor verwijs ik graag naar Weerplaatsen.nl. Op de website hebben we heel veel zeer fraaie foto's staan. De weerkaart die laat nog steeds een lage drukgebied zien boven Scandinavië. Daaromheen de bekende aanvoer van de koude lucht, de buien via de Noordzee. En eh, nou, we weten inmiddels wat dat allemaal oplevert. Wat we nodig hebben voor mooi weer is een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied dat moet zich dan eigenlijk uitbreiden naar onze omgeving. En dat gaat niet echt gebeuren. Als we de boel in beweging zetten, zien we het lage drukgebied boven, de, boven Scandinavië langzaam wel wat oplossen. Maar we zien ook een nieuw lage drukgebiedje boven Schotland ontstaan. En dat trekt onze kant op. Bereidt ons morgen nog niet. Dat slechtere weer, dat komt een vrijdag. En gaat ook dan weer voor zeer slechte omstandigheden zorgen. Vooral in het noordwesten van Nederland. Paramboos, misschien zelfs wel vrijdag. Maar in het zuidoosten blijft het lang droog. En De situatie voor zaterdag is zeker nog niet dat een hoge drukgebied bij ons ligt. Dan ligt er dus een lage drukgebied bij Noorwegen. En de hoge luchtdruk ja, die is eigenlijk ver te zoeken. Je zou er haast depressief van worden, maar dat is allemaal niet nodig. We gaan het gewoon nog even doornemen. Allereerst de buien die vandaag allemaal over het land trokken, in eerste instantie vooral over het westen, midden en noorden. Limburg bleef heel lang droog, maar in de namiddag kwamen ook daar de buien en ook vanavond vallen daar nog enkele buien. Dat wisselvallige weer dat houdt dus nog wel even aan, maar de buigheid neemt vanavond wel af. Temperaturen halverwege de avond rond 13 graden. Vannacht dan de meeste buien aan de kust, in het binnenland zijn de brede opklaringen en wordt het koud. Temperaturen dalen tot rond 6 graden op neushoogte, en dicht bij de grond kan het kwik dalen zelfs naar 3 à 4 graden. Morgenochtend beginnen we dan dus koud, plaatsen kan het over nevel of mist zijn, maar dat lost vrij snel op. En in de loop van de dag breiden de buien zich dan weer wat verder over het land uit. De lucht wordt wel iets minder onstabiel, dus ik verwacht morgen minder buien dan vandaag, meer ruimte voor de zon. Daardoor moet het op meer plaatsen 18 graden worden. Limburg krijgt het kleinste aantal buien, misschien blijft het daar veel plaatsen wel helemaal droog. Er staat weinig wind, dus een best aardige dag, maar temperaturen zijn wel veel te laag voor de tijd van het jaar. En vrijdag, zoals gezegd, wordt het dus een stuk slechter, vooral in het Noordwesten gaat het langdurig regenen, naar 15-16 graden. In Limburg komt die regen pas in de avond, vrijdagavond pas. Nou, dus lange tijd droog weer en in Maastricht misschien 20 graden. Dus ook vrijdag prima weer in het zuidoosten. Zaterdag is het allemaal weer wat eerlijker verdeeld. Dan trekken er buien over het land, 16 tot 18 graden. Zondag neemt de buigheid af, is er meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 17 tot 19 graden. Het houdt allemaal niet over. Dan hebben we het al een paar dagen over dat na het weekend de temperatuur omhoog zal gaan. Nou, dat zien we nog steeds. Maar ook dat is niet heel veel, hè? van 18 tot rond 20 graden. Om nou te zeggen dat de zomer weer in het land komt, dat gaat veel te ver. Maar de meest koude lucht gaat Nederland in ieder geval verlaten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.